Dames en heren, goedemiddag. Welkom allemaal. Dit is het vervolg op de bijeenkomst die we hebben gehad op 28 januari. Waar ook allemaal uitgenodigd was te hebben over de gevolgen van project 1012 voor de coffeeshop in de stad. We hebben toen afgesproken dat we nog een keer opnieuw bij elkaar zouden komen. Dat is nu. In de tussentijd hebben wij in aanleiding van die 28 januari nog een keer gesproken met de Bond van Cannabis-definiëren. Om even door te praten vanuit welke mogelijkheden, varianten zijn er. En met dat daaruit is gekomen en onze eigen visie erop, hebben we uiteindelijk een stuk gemaakt. Waarin we de resultaten van wat we noemen de consultatieronde hebben beschreven. Als het goed is, heeft u dat stuk ook gekregen afgelopen week. Daarin staat de stellingname van het college van BMW en van het dagelijks bestuur ten opzichte van de coffeeshops. Dat is ook nu aan de orde. En zo direct zal ook Lodewijk Asscher, de wethouder, zal dat ons toelichten van wat waren uw belangrijkste bezwaren, hoe kijken we daar als bestuur tegenaan. En dan heeft u zeker vragen, opmerkingen, discussie. En dat zullen we dan ook volgen. Het was de bedoeling dat de burgemeester Cohen hier aanwezig zou zijn. Het staat net ook op de brief die u heeft gehad. Deze werd waarschijnlijk ook gehoord dat er in Zuidoost een calamiteit is, of in ieder geval een risico dat er een calamiteit ontstaat. En hij is in Zuidoost bij de hulpdiensten om te kijken wat daar moet gebeuren. Dus we moeten hem helaas excuseren. Maar wethouder Asscher heeft voor het keer natuurlijk ook u te woord gestaan en dat gaat nu ook gebeuren. Voor zover, ik denk dat er een paar mensen zijn die voor het keer benieuwd waren als ik zo kijk. Ik ben Pierre van Rossum. Ik werk bij het beekmanagementbureau van de gemeente Amsterdam. Ik zit daar in de directie. En ik ben de projectleider voor het project 1012. Dus ik ben verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, het voordragen voor de bestuurlijke besluitvorming, inspraak en straks ook het in uitvoering brengen van het project. Ik wil graag meteen het woord geven aan wethouder Asscher. Dank voor de dank.